Hoi, welkom bij weer een aflevering Bakkie met Bava en Didi. En wij zijn twee studenten en elke aflevering gaan we in gesprek met een docent over onderwijs tijdens corona. En in deze aflevering drinken wij een bakkie met Joliek Kielstra. En Joliek, jij hebt vorig jaar de facultaire onderwijsprijs Talent Junior Docent gewonnen bij de faculteit Sociale Wetenschappen. Dat is een hele mond vol. Mm-hmm. Kun jij jezelf even voorstellen en kun je ook vertellen hoe jij je koffie het liefst drinkt? Oh ja, dat kan ik zeker. Nou, ik ben Charlie Kielstra. Ik heb inderdaad vorig jaar prijs gewonnen. Heel erg verrast en enorme eer om die te winnen. Ik ben begonnen met studeren aan de Radboud Universiteit Pedagogische Wetenschappen. En uiteindelijk heb ik een master onderwijskunde gedaan. En vanuit daar ben ik uiteindelijk doorgegaan naar Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Om heel snel weer terug te komen om hier te promoveren. Dus, en ik doe onderzoek naar studerend lezen bij VMBO-leerlingen. En is heel interessant. Een groep die niet graag leest. Dus ook een flinke uitdaging om te doen. En buiten het promoveren geef ik ook onderwijs. En dat vind ik echt hartstikke leuk om te doen. Anders had ik ook niet onderwijskunde gestudeerd. En ik heb inmiddels al een aantal jaar ervaring met het vak vormgeven van onderwijs. Ben ik ook vakcoördinator van geweest een paar jaar. Daarnaast heb ik kennis in praktijk gegeven. Scriptiebegeleiding en stagebegeleiding. Daar hou ik me nu vooral mee bezig. Ja, ik drink mijn koffie eigenlijk altijd als een cappuccino. Behalve nu, ik heb net een karamelkoffie gezet. Drink je ook meer koffie tijdens de coronatijd? Of valt het juist wel weer mee? Want ik merk zelf namelijk dat ik veel meer koffie ben gaan drinken thuis. Had ik in het begin, totdat ik echt merkte dat ik er echt hoofdpijn van kreeg. Dus ja. Ik hou mezelf nu echt eigenlijk aan 2 kopjes met een maximum van 3 op een dag. En dat werkt beter. Anders zit ik toch een beetje te stuiteren achter mijn computer. En dat heb je ineens energie die je niet kwijt kunt, omdat je eigenlijk de hele tijd thuis zit. Plus de Ommetje-app, die gebruik ik inmiddels ook fanatiek om aan mijn dagelijkse beweging te komen. Welke app? De Ommetje, die volgens mij eigenlijk heel veel inmiddels aan het gebruiken is. Nou, dat helpt ook wel weer een beetje inderdaad. Dat je, ook wel, dat je er bijna een soort spelletje van maakt om eventjes naar buiten te gaan. Ja, ik sta nu op de 2e plek met mijn collega's, dus ik probeer het vast te houden. Is de 1e plek nog haalbaar? Nee, die heb ik echt al heel, heel snel opgegeven. Volgens mij hebben we 1 collega die gewoon stevast iedere dag een paar ommetjes doet. Dus die. Maar met de rest blijft het een goede strijd. Maar wat we nog afvroegen, want je hebt dan die onderwijsprijs gewonnen. En waarvoor heb je die precies gewonnen? Ja, nou, ik heb mijn certificaat niet bij de hand, maar er stond een hele evaluatie bij. Ik moet zeggen, ik was zelf heel erg verrast, want ik wist überhaupt niet eens dat ik genomineerd was. En aan de video die ze destijds hebben opgenomen, is ook heel goed te zien dat ik niet wist dat ze aan de deur zouden staan. Maar wat ik begreep ook uit het feit is dat ik dus inderdaad wel gewoon veel heb gedaan met onderwijs. Net wat ik zeg, ik ben ook vakcoördinator al geweest bij vormgeven van onderwijs. Er stond ook bij, ik vind het een beetje ongemakkelijk om over mezelf te zeggen, dat ik heel enthousiast was, toegankelijk ook voor studenten. Dat vond ik dan wel weer leuk om te lezen, omdat ik dat ook echt wel heel belangrijk vind. Een stukje humor in het onderwijs moet ook gewoon een beetje inzitten, anders wordt het ook zo saai. Dus je moet ook samen kunnen lachen met je studenten. En dat ik het toch heel betrokken eigenlijk was bij het onderwijs. Ja, wat moeilijk om te zeggen. Zo ja, dat. Ik denk daarom eigenlijk. En helpt het eigenlijk ook? Want volgens mij ben je nog PhD'er. Mm-hmm. Dat je op een bepaalde manier ben je zelf eigenlijk ook gewoon nog student. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk voel je dat zo? Nou, in het begin wel. Toen ik echt net moest gaan lesgeven, dacht ik, oh god, hoe moeten ze dat in godsnaam van mij aannemen? Ik kom net zelf van de universiteit af. Hoe kom ik geloofwaardig over? Dus dat is wel een aspect wat toen meegespeeld heeft. Maar op een gegeven moment, je merkt wel, je hebt inmiddels zoveel kennis ook wel opgedaan dat je ook wel wat kan overdragen. En ik denk in zekere opzicht helpt het wel, want je staat nog wat dichter bij de studenten. En sommige elementen die ik doorgenomen heb, ik kijk wel heel kritisch dat ik denk, hoe ik...
ik snap dit zelf niet, als ik het nu zo doorneem. Ik kan me voorstellen dat studenten dit bijvoorbeeld ook niet snappen als we bepaalde opdrachten proberen te behandelen of wat dan ook. Dus ik probeer wel echt terug te gaan naar mijn innerlijke student van een paar jaar terug, van hoe voelde ik mezelf toen ik mijn studie deed en hoe zou ik graag willen dat ik me voelde tijdens de studie en eraf kwam. En ja, wat ik vooral probeer mee te geven is dat studenten eigenlijk heel goed in staat zijn om dingen zelf te doen, want ik merk toch zo'n stukje onzekerheid, wat volgens mij vooral voortkomt uit een stuk perfectionisme wat heel veel studenten hebben. En dan denk ik, ik wil ze vooral meegeven dat ze dat dus wel echt zelf kunnen, dat zelfvertrouwen ook. En dat ze dan, als ze daar afkomen, of van de universiteit afkomen, dat ze ook staan bij een bedrijf en hun mening durven te uiten. Oké, en hoe heb je dan, afgelopen jaar dan ook vooral je onderwijs aangepast, maar om het, ja, die studenten ook toch gefocust en gemotiveerd te houden? Ja, hoe heb ik het aangepast? Nou, wat ik met, ik denk dat vormgeven het vak is geweest waarbij de ingrijpendste veranderingen zijn geweest. Want met stages zit je in een groepje samen, een klein intervisiegroepje. En dat vind ik zelf heel goed te doen, ook via Zoom. Want dan als je een groepje van ongeveer 5 personen hebt, 6 personen, dan heb je iedereen nog in beeld en kun je best wel goed het contact met elkaar onderhouden. En als je zorgt dat je de meeting gewoon begeleidt. Dus ik probeer iedereen ook aan het woord te laten en non-verbale cues toch af te lezen. Dat is het voordeel van die video's. Dus dat gaat best goed. Maar bij vormgeving is het een wat grotere groep. En daar hebben we wel een beetje zitten puzzelen. Waar we uiteindelijk op zijn gekomen is om gewoon video's op te nemen. Wat ik zelf een voordeel vind. En zelf als student ook zou hebben gevonden, denk ik. Omdat ik... ja, die colleges zijn best wel, hoe leuk ze ook zijn, ook wel heel intens. Je bent 1,5 uur echt aan het luisteren vaak naar een docent. En met die video's wat we hebben gedaan is maximaal 1 uur. Maar je kunt ons pauzeren, je kunt ons terugspoelen als je een stukje niet goed hebt meegekregen. En wij hebben met het antwoord 1,5 uur een vraag en antwoord 1/2 uurtje ingeschakeld. Waarbij we ook hebben gevraagd aan studenten, als je een vraag hebt, post hem vast op het forum. Kunnen wij er ook een stukje op voorbereiden? Kunnen we er ook meteen wat dieper op ingaan? En ook spontane vragen zijn natuurlijk welkom tijdens een vraag- en antwoordsessie. Maar om het toch interactief te houden. En dan merk ik toch dat de drempel iets lager wordt om, om een vraag te stellen. Ook omdat het denk ik makkelijker is om het via een chat te doen. Dus dan ben je niet direct zichtbaar en is het minder spannend om een vraag te stellen. En die vraag- en antwoordsessies hebben we ook opgenomen en ook nog weer op Brightspace geplaatst voor de studenten om terug te kijken. En daarnaast hebben wij wel werkgroepen gedaan waarbij we alle studenten in breakout rooms hebben verdeeld, waar we dan zelf heen en weer gaan om te zien hoe het gaat met samenwerken. Alleen als we terug zouden gaan naar echt weer fysiek onderwijs, zou ik die werkgroepen toch wel het liefste weer fysiek hebben. Want dan kun je hem veel makkelijker echt langs je groepjes. En meteen, als je merkt dat een punt vaker terugkomt, dat plenair behandelen. Dus dat, ik denk vooral de werkgroepen, die mis ik wel. Ja. En wat zijn de dingen die je dan, die je afgelopen jaar hebt gedaan? En die je straks, hè, in de hoop dat corona over een tijdje weer voorbij is en dat we allemaal weer naar de Unie kunnen en op die manier. Daar hopen we natuurlijk allemaal heel erg op. Wat zijn dingen die jij van afgelopen jaar gewoon mee zou nemen? Van, goh, dat was eigenlijk best wel handig. Nou, ik moet dus bekennen, ik vind de hoorcolleges dus best wel handig om digitaal te doen. Ik weet ook niet al mijn collega's die dezelfde mening delen, maar ik vind het dus, net wat ik zelf ook zei, fijn dat studenten dat in hun eigen tijd kunnen kijken. Sommige studenten moeten best wel lang reizen voor 1 hoorcollege waarbij ze dan zitten te luisteren en waarbij je soms kunt afvragen hoeveel je nou daadwerkelijk hebt opgenomen. Dus ik zou die hoorcolleges misschien wel willen behouden als dat kan. En de werkgroepen wel gewoon weer echt terug invoeren. Die zou ik wel het liefst fysiek hebben. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Dan hou je toch de verbondenheid met je medestudenten. En de werkgroepen zijn ook veel leuker, want ze zijn veel interactiever. En zo'n hoorcollege zit je eigenlijk toch in rijtjes naast elkaar te luisteren naar een spreker. En ik denk,
dat het heel fijn is dat je dus wat informatie kunt terugkijken. Eerst namen we ze ook niet op de hoorcolleges. En dan krijg je toch vragen van studenten. Oh, kan het niet opgenomen worden? Dus ik denk dat dat een winst zou zijn voor in de toekomst. Ja, het is interessant. Dat verschilt ook heel erg tussen docenten om dat te doen. Want ik heb volgens mij, in het begin hadden we ook een gesprek met een docent. En die zei ook dat ze dat heel bewust niet doen, het opnemen. Mm-hmm. Juist om studenten daar een soort structuur aan te bieden. Van op dat moment moet je eigenlijk gewoon voor de camera zitten. Mm-hmm. Of je nou in je bed nog in je pyjama zit te kijken of netjes achter je bureau zit. Maar wel interessant dat is heel persoonlijk hoe docenten het aanpakken. Ja, maar dat is ook, daarom zeg ik, niet al mijn collega's delen dezelfde mening. En dit zou ik zelf op deze manier doen. Maar ik vraag me af, want kijk, jullie zijn nog studenten en jullie volgen natuurlijk zelf ook digitaal onderwijs. Welke elementen zouden jullie het liefste meenemen uit deze coronatijd? Ja, ik ben het zelf dus wel met jou eens hoor, om die hoorcolleges op te nemen en dan de werkcolleges fysiek te doen. En wat we bij mijn studie hadden gedaan dit jaar is dat de hoorcolleges al wel vooraf opgenomen waren, maar dat ze op vaste tijden zichtbaar werden in Brightspace. Zodat je dus zegt van oké, officieel in Rozen staat om 16:45 tot 17:30 of zo college. Kwart over vijf, ik weet niet precies. En dan kan je in die tijd, wordt het opengezet en dan vanaf 16:45 staat het open voor de toekomst, zeg maar. Ik vind dat bewuste niet willen opnemen, denk ik ook van ja, we zijn ook geen 12 meer, weet je wel. We kunnen prima ook een beetje zelf het inplannen, is mijn mening dan. En er is ook een middenweg te vinden of zo, tussen structuur bieden en ook het bij de student neerleggen. Ja, zeker. Ja, bij mij werden ze niet opgenomen. En ik had er zelf niet zo'n probleem mee, want ik vond het toch wel fijn van oké, dat je op een bepaald moment in de dag moet je gewoon even iets doen. Mm-hmm. En het is ook wel eens fijn dat je dus gewoon een ding hebt in je agenda, van daar kan je echt niet omheen. En dan moet je dingen omheen gaan plannen. In plaats van dat je een beetje zelf gaat puzzelen. En dat vond ik zelf wel moeilijk afgelopen jaar, om daar zelf structuur in te krijgen. Ik heb wel meegekregen, ook wel van andere studenten, dat zij het wel fijn vonden dat ze niet meer zoveel hoefden te reizen. Mm-hmm. Dat ze gewoon vanuit huis, vooral als ze niet in Nijmegen wonen, dat ze dat gewoon zelf konden inplannen. En dat ze zelf vanuit huis gewoon een college konden kijken en dat ze niet meer zo vaak heen en weer moesten te reizen. En dat scheelt ook best wel veel reiskosten voor sommige studenten. En dat viel me wel op bij andere studenten. Dat sommigen het eigenlijk heel chill vonden om gewoon vanuit huis colleges te kunnen volgen. Ja, nou ja, begrijp ik ook wel. En dat ik denk dat dus ook inderdaad een groot voordeel is. Ik vind studentencontact onderling wel heel erg belangrijk. Daarom zou ik dus inderdaad vooral de werkgroepen en echt die momenten dat je echt interactie hebt met elkaar bezig bent. Dat zou ik wel het liefste op de universiteit behouden. En dan kun je ook af en toe eens een keer naar je docent toe lopen. Dan blijven wij ook niet van die digitale figuurtjes. Nee. Maar maar voor de hoorcolleges, net wat ik net zelf zei, ik snap dat echt. Sommige studenten komen vanuit Groningen of vanuit Limburg en die zijn minimaal 2 uur met de trein op en neer of heen aan het reizen. En dan moeten ze ook nog eens terug voor een 1,5 uur college, helemaal als ze verplicht zijn. Dus ik denk dat daar zeker tijdwinst ook te behalen valt, want je houdt wel wat meer tijd over om echt aan je opdrachten te zitten. Omdat je dus die reistijd dan ineens niet meer hebt. En qua opnemen, ik snap het bezwaar van sommige docenten wel. Net wat ik zei, wij hebben ook colleges gegeven die we niet hebben opgenomen. Het is ook een stukje kwetsbaar. Weet je, dat maakt het als docent toch ook wel spannend om te doen. Want je moet wel vertrouwen dat studenten daar ook gewoon goed mee omgaan. En dat je dus niet inderdaad op een of andere gekke website terechtkomt. Omdat je toevallig eventjes een gekke uitspraak heb gedaan. Want het is ook een momentopname natuurlijk. Het blijft ook voor ons iets spannends om te doen. Wij zijn geen tv-personalities, maar wij proberen onze stof zo goed mogelijk over te brengen. En ik denk goede begeleiding zou daarin mooi zijn. Dus dat je inderdaad mooi opgenomen colleges hebt waarbij je als docent misschien toch een stukje begeleid wordt en hulp hebt in hoe je dat het beste kunt doen. Ja, dus eigenlijk wat een beetje de samenvatting is, gewoon
je hebt eigenlijk een verschil tussen wat is praktisch handig en ook wat is meer ook geestelijk handig. Weet je wel, gewoon met je gevoel van ook als docent, als je zegt van ja, als ik het opgenomen heb, dan heb ik misschien een foutje gemaakt, wat dan? Mm-hmm. Tegelijkertijd dus ook dat samen zijn op de campus, dat samenkomen op de campus is wel heel leuk. Want als je dan in je eerste jaar naar de campus moet reizen, 2 uur voor een college, nou, ben je al te vroeg met een groep anderen die ook ver moeten reizen, ga je lekker samen een kopje koffie doen. Dat soort dingen, dat is natuurlijk niet alleen maar niet praktisch, maar het is ook heel gezellig ook, zeg maar. Ja. Ja, en dat is ook inderdaad heel belangrijk. Gewoon lekker in de EKV zitten en die lazy noon koffie naar binnen werken. Dat, ja. Met je vrienden. Dus dat hoort er inderdaad ook een beetje bij. Maar ik denk dat er een mooie middenweg in te vinden is. Dat het niet zoveel druk geeft. Ja, en iets minder stress. Dus daar, ik denk half-half. Dat een half-half college een mooie oplossing zou zijn voor een toekomst.